Ik denk dat ik voorheen zeker 30% van de tijd gestrooid heb wat niet optimaal was en wat nu niet meer gebeurt. We zijn hier vandaag bij Hütink Bloembollen, Hütink Limmerveld. Ik ben Sjaak Hütink. Ik heb het bedrijf samen met mijn broer Henry. De teelten die wij hebben, dat zijn lelies. En lelies in de breedste zin des woords. Dus wij kopen soorten. We produceren zelf de bollen, we verwerken ze zelf. En als ze verwerkt zijn, verkopen we ze aan exporteurs die ze over de hele wereld wegsturen. En daarnaast hebben wij nog een tak, dat zijn de zedenmatten. Dat zijn matten van zedenplantjes die gebruikt worden om daken te vergroenen, om steden te vergroenen. In landelijk gebied worden dingen gebruikt. Dat is een soort duurzaam product. En de rest is een klein beetje invulling met snijmais om wisselteelten op te vangen. Deze regio is niet het meest windgevoelige regio van Nederland. Maar omdat het hier toch wel onder andere de bergen redelijk vlak is, kan het hier toch wel behoorlijk waaien. Wij proberen ook met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, zeg maar, om de meest moderne apparatuur te gebruiken. Zodat we zoveel mogelijk kunnen corrigeren op de windinvloeden. En daardoor ook de emissie naar de omgeving minimaal te houden. Voor het strooien van de korrelmeststoffen beschikken we op dit bedrijf met de Amazone strooien ZATS 3200. De basisbemestingen doen we zoveel mogelijk met korrelmeststoffen, ook zoveel mogelijk op taakkaarten. Deze strooien kunnen we vrij makkelijk een taakkaart inlaaien, dat we in ieder geval ook de zones links en rechts op een variabel kunnen strooien. Om zodoende met minimale meststoffen een optimaal resultaat te bereiken. We hebben vorig jaar de strooien uitgebreid met de windsensor. En dan zie je toch weer, als je zo'n ding hebt, dat je het heel vaak toch niet goed gedaan hebt. Het verbaast je dat er zo vaak bijgeschaafd moet worden dat de invloed toch vrij groot is van de windrichting, de windsterkte op de worprichting van de korrel. Voorheen ging je altijd strooien en denken van dat kan wel. Maar nu blijkt dat we toch heel vaak in het verleden gestrooid hebben dat het eigenlijk niet goed was. En nu kun je eigenlijk wel blind op vertrouwen. Als je het aangeeft dat het goed gaat, gaat het goed. De ervaringen die we afgelopen jaar gemaakt hebben met de windcontrole zijn voor ons eigenlijk wel heel erg positief. In mijn optiek standaard op elke machine moeten zitten, zeg maar. Om een machine compleet te maken, zeg maar, zijn een wegenrichting en een goede boordcomputer en de windcontrole zijn eigenlijk de belangrijkste dingen.